Gezond gewicht is een methode die gemeentes kunnen hanteren om in de wijk allerlei activiteiten van publieke partijen en private partijen, dus bedrijven, bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat je in die samenwerking van al die partijen over een langere periode echt investeert in gezonde leefstijl voor jongeren. En dat blijkt dan ook effectief te zijn als het gaat om het proberen terug te dringen van overgewicht en obesitas. Het begint eigenlijk bij de ouders. Misschien begint het al bij de vrouw die in verwachting is van haar kindje. Want dan is natuurlijk de belangstelling voor gezondheid maximaal. Want wat wil je liever dan een gezond kindje? En ook die eerste jaren zijn eigenlijk ook volgens artsen, kinderartsen bijvoorbeeld, cruciaal als het gaat om smaak en leefstijlgewoonte. Hè. Dan gaat het om de eetkant. Nou, dan is het natuurlijk de beweegkant, de sportkant. Maar in die jonge jaren leren kinderen heel veel over ja, wat we vandaag een gezonde leefstijl zouden noemen. En wat zij gewoon misschien wel als een leuk leven ervaren. Nou, en de focus op jongeren is eigenlijk ingegeven vanuit het idee, als je nou zo vroeg begint, dan is de kans heel groot dat je dat in je verdere leven als iets natuurlijks meeneemt. In plaats van dat je het moet leren op je 25ste als je te zwaar bent. Nou, als je ziet dat er toch een hoge obesitascijfers zijn. Daarom is ook jog uiteindelijk van de grond gekomen. Zoals Paul Rozemuller al zei. Is de focus op bewegen, focus op jongeren. Om ze vroeg het concept bij te brengen dat bewegen gezond voor ze is. Dat je daarmee een aantal problemen voor jezelf aanpakt. Zoals overgewicht. Dat je een aantal dingen worden bijgebracht waarmee je dit soort problemen te lijf kan gaan. Nou, de samenwerking met de Prins die is vandaag begonnen en hij heeft gezegd ik wil me vanuit mijn passie voor een gezonde leefstijl, mijn voorzitterschap van Laureus Nederland, wil ik me verbinden aan jongeren op gezond gewicht, wil ik ambassadeur zijn, wil ik een aantal dingen doen. Nou, en de samenwerking met de Prins zie ik als een nieuwe lood aan onze stam. Hij kan deuren openen die voor anderen toch misschien weer iets meer gesloten blijven. En dit hele vraagstuk van die gezonde leefstijl bij jongeren en via jongeren de ouders is eigenlijk alleen maar te winnen als we met heel veel partijen samenwerken. Nou, en je moet dat doen met mensen, ook als het hele bekende mensen zijn, zoals de Prins, op het moment dat het ze past. En de Prins is iemand die een vervent hardloper is. Het is een man met passie voor sport. Het is iemand die ik op andere terreinen heb leren kennen als iemand met heel veel belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken. Nou, ik zie de samenwerking tussen Jock en Laureus dat we elkaar juist versterken en verbinden. Jock focust zich op sporten, bewegen, gezonde voeding. Doet Laureus ook in haar projecten. Jock focust zich op de beleidsmakers, maar ook de organisatoren om dat soort programma's te implementeren. Heeft ook heel veel meet- en regelgeving. En zeg maar doordachte programma's erachter. Dat zijn dingen die wij weer kunnen gebruiken in onze Sport for Good projecten. Dus er zijn een heleboel dingen waar we elkaar raken en draagvlakken die we kunnen gebruiken van elkaar om dezelfde doelstellingen, sport en jongeren, in beweging te krijgen. Ja, ik hoop als ambassadeur allereerst een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van Jock. Dus nog meer gemeentes in de beweging, in de jogbeweging te krijgen. Ik hoop ook met beleidsmakers te spreken over goede ideeën die zij hebben. Het moet niet altijd een richtingsverkeer hebben, we moeten kunnen leren van elkaar. Hoe we beter programma's kunnen implementeren. Ja, er is gewoon een hoop werk te doen.